Hoi, ik ben Nicole van Milky Center en ik ga jou vandaag vertellen over de verschillen van het Oprah-bitje. Heb je na dit filmpje nog steeds vragen? Stel ze hieronder in. Wij zijn de eerste 30 minuten zijn wij nog live. Dus dan zullen we gelijk antwoorden. Daarna zullen we ook vrij snel antwoorden. We hebben ook een WhatsApp-service waar we al je vragen kunnen beantwoorden. Nou, wat is een Oprah-bitje? Het Oprah-bitje komt uit de bokswereld vandaan. Dus het is een goed kwalitatief bitje wat echt heel veel stoten aan kan. Verder komt het uit Amerika vandaan. Een tandarts heeft dit ontworpen. Wanneer er wat gebeurt, dat hopen we niet, dus dat kloppen we even af. Maar er zit een claim op. Hoe duurder het bitje wordt, hoe hoger de claim is. Dus die kan je terughalen voor je tandartsrekening. Maar goed, daar gaan we natuurlijk niet van uit. Een bitje is verplicht, dus het is super belangrijk dat je een goed bitje hebt. We gaan even langs alle modellen. Model nummer 1 is het Snapfit bitje. Het Snapfit bitje is een bitje wat je niet hoeft. Dat je niet van tevoren hoeft te happen. Door de ribbeltjes aan de bovenkant blijft het vastzitten aan je gehemelte. Eigenlijk is het een ideaal bitje als het gaat voor noodgevalletjes in je tas. Die je dan niet hoeft te happen. Dus die kan je snel in je mond doen. En voor kinderen die echt moeite hebben om een bitje te happen of aan het wisselen zijn. Bitje nummer 2 is het bronzen bitje. Het bronzen bitje is eigenlijk het instapmodelletje. Ben je ongeveer 7 euro voor kwijt. Door de compartimenten, dat hebben ze eigenlijk allemaal. Die worden vervolgens, als je het bitje gaat happen, komt hij er zo uit te zien. Dus daar hoef je je niet druk om te maken. Nummer 3 is het zilveren bitje. Het zilveren bitje is iets dikker dan de bronzen, dus die geeft eigenlijk gewoon wat meer bescherming. De gold. Het gold bitje is dat betreft wat zachter aan de buitenkant. Dus eigenlijk geeft het meer een gel effect. Ook de compartimenten worden gewoon zacht wanneer je die gaat happen. En als laatste de platinum. De platinum is eigenlijk de beste bitje die zij hebben. Zit je ongeveer van een prijsklasse van 30 euro. Ook deze is zachter, maar heeft echt een goede diktelaag. Nou, stel je voor, je hebt een beugel. Welk bitje moet je dan gebruiken? Nou, Oprah heeft speciale braces. Deze komen ook allemaal in junior en in senior maat. Nou, een junior maat gaat tot de 8 jaar. Als je boven de 8 bent, neem je een senioren maat. Nou, de beugelbitje die heeft geen compartimenten om in te happen, maar door de ribbeltjes aan de bovenkant blijft het wel vastzitten in je mond. Deze moet je ook in kokend heet water doen. Weet je niet hoe je een bitje moet happen? Wij hebben nog een filmpje gemaakt hoe je een Oprah-bitje moet happen, dus ga even naar die video. Verder nog een keer de voordelen van een Oprah-bitje. Voordeel nummer 1. Het bitje komt uit Amerika vandaan, uit de bokswereld en is gemaakt door een tandarts. Dus eigenlijk kunnen we zeggen dat het een goed kwalitatief bitje is. Voordeel nummer 2. Het bitje kan je happen in kokend heet water. Dit kan ongeveer 2 tot 3 keer opnieuw als dit niet lukt. En vooral hun beugelbitjes zijn heel erg aan te raden. Ook omdat je dit meerdere keren kan happen wanneer je beugel wordt aangepast. En voordeel nummer 3. Er zit een verzekering op deze beugel. Of dit bitje. Dus als er wat gebeurt, dat hopen we natuurlijk niet. Maar dan kan je je tandartsrekening naar hun opsturen. Nou, goed, dit zijn alle informatie over een Oprah-bitje. Heb je nog vragen? Stel ze in de comments of stuur ons even een WhatsApp-berichtje via onze WhatsApp-service. Nou, kijk meer naar de andere video's en tot de volgende keer!